mensen, top dat jullie weer kijken. Wat vinden jullie van mijn nieuwe schitterende occasie? Een skelter. Alleen, er zitten geen trappers op. Ja. Dat rijdt natuurlijk niet zo best. Maar, misschien hebben we nog wel ergens een motor liggen die erop past. En dat komt meteen nog goed uit, want een heleboel van jullie, die vroegen aan mij, hey, laat eens zien hoe je een motor op een skelter bouwt. Ah, hier zit nogal een motor in. Haha, mooi! En het gras hoeven voorlopig toch niet te maaien. Zo, dat kleedt snel uit. Nou, dit is echt een ideale motor om op een skelter te bouwen. En het voordeel van deze motor is dat hij een horizontale krukas heeft. Kijk, die ligt namelijk zo. Heel veel grasmaaiers die hebben een verticale krukas. Die loopt naar beneden, meteen naar de messen. Die zijn niet heel handig om op een skelter te bouwen natuurlijk, want dan moet je een haakse overbrenging maken. En dat is nooit best. Nog een groot voordeel van deze motor is, dat is dat hij een centrifugaalkoppeling heeft. Centrifugaalkoppeling wil zeggen dat deze stil kan blijven staan op het moment dat de motor stationair draait. En als je gas geeft, dan pas gaat deze meedraaien. Dus we hoeven ook geen extra koppeling te maken. Dus het is alleen maar een kwestie van gas geven en wegrijden. Ideaal. En weet je wat helemaal fijn is aan deze motor? Hoppa! Hij doet het. Laten we maar eens even kijken waar die moet komen. Dat is wel goed zo denk ik. Niet slecht toch? Nee. Dit is wel mooi. En dan draait deze kant op. Dus de draairichting is ook goed. Dan zou je vooruit moeten gaan. Nou, we weten waar de motor moet komen. Ja, we kunnen die natuurlijk niet zo in één keer aan de wielen maken. Want dan zou die motor niet trekken. Daarvoor hebben we namelijk een overbrenging nodig. Laten we die eerst even uitrekenen. Nou, ik ga beginnen met even de diameter van de wielen op te meten. Even kijken. Dat is 40 centimeter. Hier hebben we de motor. Dat is een Honda GX160. Dan gaan we het eerst even uitrekenen en onderdelen bestellen. Maar voordat we gaan rekenen, ga ik eerst even de specificaties opzoeken van die Honda motor. En die heb ik hier al. Het toerental is 3600 toeren. Dus daar gaan we mee rekenen. Ik heb de boel uitgerekend. Nou, we willen eerst het toerental van de uitgaande as weten. En we willen dadelijk 30 km per uur gaan. Nou, de diameter van de wielen is 40 centimeter. En als ik dat dan even omreken naar meters, is dat 0,4 meter. Nou, willen we de omtrek weten, is 0,4 keer pi. En dan hebben we dus een omtrek van 1,256 meter. Als we daar dan toeren per minuut van willen maken, dus hebben we hier 30 km per uur, is een halve kilometer per minuut, is 500 meter per minuut. Nou, en als we dan 500 delen door die 1,25 van het wiel, dan moet dat wiel dus in 1 minuut 398 keer rondgaan om 30 km per uur te gaan. De ingaande as die deed dus 3600 toeren per minuut, dat hebben we net gezien. En nou, vervolgens kan ik dan de overbrengingsverhouding uitrekenen met deze formule. Dat is I is N1 gedeeld door N2. Nou, N1 is toerental 1 is van de motoras, 3600 gedeeld door 398. Komen we op een overbrengingsverhouding van 9,04. Zo, oké. Okay. Maar dan, hier hebben we de hele grote Punica oase bij elkaar. Hier is de motor met uitlaat waar rook uitkomt. Daar hebben we 3600 toeren per minuut. Een eerste kettingoverbrenging, een tussenas, nog een kettingoverbrenging. En dan hier vervolgens het wiel. En het wiel dat moet dus 398 toeren maken. Het motortandwieltje dat zat er al op. Die is 12 tanden. En voor dit tandwiel had ik bedacht, daar pakken we 40 tanden voor. Want dat vind ik wel leuk. Nou, die overbrengingsverhouding die we daar dan krijgen, dat is dus Z1 gedeeld door Z2. Dat zijn het aantal tanden. Dus het aantal tanden van het uitgaande tandwiel is 40. Gedeeld door het aantal tanden van het ingaande tandwiel is 12. Dan hebben we een overbrengingsverhouding van 3,33. Vervolgens moeten we natuurlijk bepalen wat deze overbrengingsverhouding dan nog moet worden. Ja, en daarvoor gaan we dus die 9,04 delen door 3,33. En dan houden we nog 2,71 over. Dus deze overbrengingsverhouding is 2,71.
Ik had bedacht om daar een tandwieltje met 14 tanden te gebruiken. En dit tandwiel, dat moeten we nu gaan uitrekenen. Nou, de overbrengingsverhouding, die is dus I is Z1 gedeeld door Z2. Nou, de overbrengingsverhouding hebben we net bepaald, die was 2,71. En dat is dan 14 gedeeld door de grote onbekende. Nou, wat we dan kunnen doen, is die 2,71 vermenigvuldigen met 14, hier zo. Krijgen we 37,94. Dus we hebben daar een tandwiel nodig met 37,94 tanden. Maar ja, die bestaan niet, dus laten we 38 tanden pakken. Ziezo, genoeg gekletst. Onderdelen bestellen. Waar gaan we die bestellen? Ik denk bij Indy. Wow! Even kijken. Aandrijftechniek, kettingen, kettingwielen, wilke plaatwielen. Simplex, enkele ketting. Een half inch keer 5/16. Dus brr, brr, brr. Zo. Kijk eens aan. 8 tanden. Die moeten we niet hebben. 14 tanden. Die. 38 tanden. En dan nog van 40. Zo. Ziezo. Ik heb ondertussen nog even wat kettingen toegevoegd. Nog wat lagertjes. Bestellen. Kunnen we weer verder met bouwen. Spannend. Zo. Hoppa. Oh, dat is fijn. Snijolie voor de zaagmachine. Oh. Sluitschakels voor de ketting. Ah. Zo. Dat is een raar tandwiel. Zo, tandwieltjes. Lagers. Oh nee. Oeps. Dit komt nooit meer goed. Hij is helemaal doormidden. Diesel wordt er ook al neurotisch van. Nou, dan gaan we maar iets anders bouwen. Een stukje ertussen. Deze is kapot. Zo erg is het niet. We lassen hem weer aan elkaar, goed? Ja? Ben je nou weer blij? Ideaal! Dan kunnen we het motorblok opschuiven door die sleufgatjes die we net gemaakt hebben. Dan kunnen we de ketting opspannen dadelijk. Dat werkt hè, scherp. Aha, dat werkt beter.
Oh Dirk, wat doe je nu? Heel stuur is eraf. Hoe moeten we nou sturen? Niet. We gaan toch alleen maar rechtdoor. Oh ja, dat is wel aardig. Dat denk ik ook, ja. Dat mag ik zeggen. Die kunnen we aan het hangen. Ja, we staan even te bekijken, want dat past niet. Nee, er is een probleem, zeg maar. Ga maar eens even zitten. We hebben nou dus geen trappers meer, maar we moeten nou pedalen maken. En die pedalen die komen eigenlijk precies waar nou het stuk van ons stuurmechanisme zit. Kijk, deze en ook met name dit stangetje. Ja, die zitten echt grandioos in de pad van onze pedalen, dus dat is niet zo handig. Ja, we moeten een beetje verbouwen dan, denk ik. Ja, we hebben verschillende opties. Deze ofwel heel de skelter door midden slijpen, zeg maar daar verlengen. Want dan kunnen de pedalen daar komen. Maar dat vinden wij niet zo mooi. Dus hebben we het volgende bedacht. We gaan deze afslijpen. Die ook. En dan gaan wij heel dit mechanisme dat gaan we naar onder brengen. En dan komt die daar onder het frame door. En dan hebben we hier alle ruimte vrij voor de pedalen. Perfect, denk ik. Ik denk het ook. Zo gaan we het doen. Slijpen. Hartstikke plat. We maken het. Zonde. Het werkte zo mooi. Hey, werkt. Ideaal. En, kuitjes? Plek voor de pedalen opeens. Spoorstangen naar beneden gemaakt. Rempedaal. Hey. Even een stopknopje maken voor de veiligheid. Dat is voor mietjes. Oh, maar en dan vanuit. Rijden. Ik vind het wel goed dat je aan de veiligheid denkt ook. Daar komt de stopknop. Niet te missen. Nee. We hebben zeg maar een kleine, niet opvallende schakelaar gepakt. Zeg maar keurig gewoon een opbouwlichtschakelaar. Ja, die hadden we toevallig liggen. En hier zo. Dat is het stopdraadje van de motor. Als je daar aan de massa maakt, dan valt hij nu stil. Dus goed, dan gaan we daar naar die knop maken. Draadje naar de massa. Als je dan de knop omzet, dan valt hij stil. Natuurlijk hadden we hier ook een stopknopje, maar daar kon je niet zo goed bij. Dus we vonden het wel veilig om er toch eentje in de nabijheid van het stuur te hebben ook. Ja, dat is toch wel luxe. En dan is hij klaar. Dan gaan we hem testen. Vet man. Zo'n skelt had ik vroeger ook willen hebben. Eentje zonder trappers. Met motor. Vet. Wie wil er nou niet? Hij is klaar voor de test! Woehoe!
kijken hoe hard die kan. Nou, ik kan wel zeggen, dit is echt een succes. Erg comfortabel is het niet, maar ja, daar is hij ook niet op gebouwd. Kom kijken wat we allemaal gemaakt hebben. Hier de motor, aandrijving, tussenasje naar de achteras. Kijk. Dan hebben we hier het gaspedaal. Kabeltje, hier door een buisje, die loopt naar achteren, die gaat daar naar het motortje. En om te remmen, hebben we gewoon de originele remmen gebruikt van de Skelter. Twee blokjes die op de banden worden gedrukt. Dan hebben we hier de originele handrem nog van de Skelter. Die hebben we toch ook teruggezet. Maar een voetpedaal is ook handig. Kijk, en die trekt met een stangetje aan een hefboompje. Wat aan het kokertje zit waarop de blokken zitten. Kijk. Erg simpel. Maar het werkt goed. Wil jij nou ook zo'n Skelter hebben? Ah, je hebt in de video kunnen zien hoe je moet bouwen. En alle onderdelen komen van Indy. Dus ik zou zeggen, veel succes met knutselen. En heb jij nou nog een idee van iets wat ik zou moeten bouwen, wat jij graag zou willen zien, hoe dat dan moet? Nou, ik zou zeggen, zet het onder in de comments. En wie weet, de volgende keer. Hey mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.